Wat een verhaal, man. Je had acute vijver en dan lig je er een paar weken uit. En jij wint hier de 500 meter. Dan zou ik bijna zeggen, ik wil ook wel eens een keer acute vijver hebben. Nou, het was zeker niet de ideale voorbereiding. Ik heb gewoon echt 3 weken eigenlijk helemaal niks kunnen doen. Maar ik heb hier een week getraind en even weer een prikkeltje opgezocht. En toen bleek eigenlijk wel dat het qua schaatsen nog wel goed zat. Dus ik had nog wel snelheid. Maar ik had nog niet zo super veel vertrouwen over hoe het in de wedstrijd zou uitpakken. Maar ik heb nu een goede 500 neergezet. Dus ik heb nu al wat meer vertrouwen voor de komende 2 dagen nog. Je was volgens mij de snelste. Ja, ik heb de 500 gewonnen. Ja, klopt. Ja. Maar je moet er nog een, althans, je moet er nog een rijden in ieder geval. Ja, ik moet er morgen nog een rijden. En ik hoop natuurlijk dat ik een plaatsje vast kan houden. Maar ja, alles kan nog gebeuren. De nummer 2 zit maar 14 of 15 honderds achter mij. Dus als ik een foutje maak, kan het altijd nog misgaan. Maar ik ga mijn best doen en hoop morgen ook nog eerst te blijven. Daai, je komt van de IJskate Schaatsacademie in Groningen. Kom je even hier debuteren bij het WK. Derde op de 500 meter, man. Ja, gaaf. Ja, leuk. Ik had misschien net iets meer verwacht, maar ik kan niet klagen. Gewoon best prima race. Dus ja, morgen hoop ik nog een stapje te maken richting de eerste plek eigenlijk. De eerste plek, Sky voorbij. Zou je een beetje voorzichtig met hem zijn? Jawel. Ik zal hem niks aandoen, hoor. Hey, maar dit past wel in de lijn van dit seizoen, hè? Het gaat alleen maar omhoog. Het gaat hartstikke goed met jou. Ja, klopt. Ja, ik heb gewoon heel veel progressie gemaakt en laten zien dat ik wat ik in me heb. En dat werpt nou wel een beetje de vruchten af, denk ik. Dit is toch echt de zoon van Otme Sundraal, al lijkt dat niet zo. Hij is wat tenger, maar ja, ze zeggen dat het de zoon is. And now I can see your face. I think it's true. It's difficult to be a son of Otme Sundraal. He was very good in skating. You wanted to be the same? Yeah, I hope to be the same, yeah. Yeah? Yeah. How old are you now? I'm 19 years old. 19 years old. It's your last year junior. Yeah, last year, yeah. De Nederlandse favorieten Patrick Roest en Willem Holwerf reden een prima 500 meter. Maar Holwerf werd ook nog eens tweede op de 3 kilometer. En Patrick Roest probeert hier naar de eerste plaats te rijden. En dat lukt hem. In 3:52 is hij 2 seconden sneller dan Holwerf. Heeft hij gewonnen, Patrick? Ja. Natasja, je bent erbij. Ja, hij heeft gewonnen. 3:52, hè? 3:52, 0, nog wat. Ja. Geweldig. Er staat een vlag van Lekkerkerk. Je mag hem laten zien. Lekstreek. Ja, dan kan ik niet zien wat erachter gebeurt. Gefeliciteerd. Fans van Patrick. Nou ja, beter kan je niet uitleggen. Spannend. Ja, ik vond het heel spannend, ja. Ja, want hij moest Willem Holwerf verslaan eigenlijk, hè? Ja, het was heel mooi. Ik vond het een heel leuke rit. Hij deed heel netjes. Hij bleef mooi vlak, al van de laatste ronde. En u was, ik weet even niet meer, welke familie, de moeder? Nee, ik ben... Ik weet het niet meer. Tante. Nou ja, het is toch bijna hetzelfde. Tante, ja. Vond je het ook leuk? Ja, geweldig. Super gaaf. We zijn met z'n allen naar Noorwegen. Nou, geweldig. Gaaf om te zien. Als eerstejaars A bij de WK junioren gewoon het klassement op de eerste dag naar je hand zetten. Met de 3 kilometer winst. Geweldig, Patrick. Ja, dit is bijna onverwacht. Dat had ik aan het begin van het seizoen niet over nagedacht dat het zo zou lopen. Je zei eerder al van ja, het gaat aan het eind van het seizoen steeds beter met jou. Nou, dat blijkt wel. Het gaat met de rit beter met jou. Ja, dat is wel weer te zien dit seizoen. Dat het in maart toch weer sneller gaat dan bij het start van het seizoen. Ja, was je een beetje onrustig voor de 3 kilometer, toch jouw afstand? Ja, ik ben eigenlijk altijd zenuwachtig voor elke wedstrijd, maar op de 3 kilometer weet ik dat er kansen liggen voor mij, dus dan dat geeft nog wel iets meer druk. Ja, hoe ging het, hoe reed hij, even afgezien van dat je de beste tijd reed? Ja, hij reed heel lekker, gewoon heel ontspannen, zodat ik hem vlak naar het einde kon rijden. En het laatste rondje liep nog wel iets op, maar ik had genoeg marge op de rest. Ja, en dan weet je dat als je het rechte eind oprijdt richting de doorkomst, de finish doorkomst steeds daar, dat de Lekkerkerkers er staan, de Lekstreek en familie. Ja, je hoort ze elke bocht daar weer. Het geeft natuurlijk wel, dan wil je wel nog hard doorrijden. Ja, besef jij dat jij nu nummer 1 staat in het klassement en zo en dat je dan wereldkampioen kan worden? Ja, ik besef het nog niet echt. Ik ben er ook nog niet te veel bezig, want we moeten nog een dag rijden, maar ik wil het wel vasthouden natuurlijk. Gefeliciteerd, carrière. Klasse, jongen. Ja. Mooi, hè?